De Gamersnet E3-vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Maar toen was Tom naar Bethesda, het duurde maar een half uur. Jij hebt helemaal niet gevlogd bij Bethesda. Oh, jezus. Je bent echt fucking stom. Daar sta je goed. Dat ik loop binnen. Oké, dat mag ook. Zo, we hebben allemaal echt superspeel. Wil jij een speciale treatment dat jij binnenloopt en wij niet? Ja. Moeten we niet allemaal binnenlopen dan? Oké, loop ook maar binnen. Ja, dat maar dan gaat de camera weer ergens anders op scherp stellen. Dat is het. Hi! Oh, hallo, ik had je niet gezien. Ja. Leuk dat je er bent. Fucking Speedy Gonzales hier. Ja, I know. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de allereerste vlog vanuit Los Angeles. Yeah. Wat, waar we nu zijn trouwens. Want ik weet niet of mensen dit beeld herkennen, maar dat is de E3 daarachter. Ja, dit is de beurs waar het allemaal gebeurt. Ja, de grootste gamebeurs ter wereld. Ja, en we gaan het iets anders doen dan eerst. Want dit is het beeld wat je elke dag te zien krijgt. Ja. Ja. Alleen dit. Alleen dit. We houden het simpel. Nee, en dan flashbacken we hem in de vlogs. Dat is een beetje ding nu. Dat schijnt een nieuwe stijl te zijn van vloggen. Ja. Dus we rijden mee op die wave alsof het niks is. Ja, ja, wij volgen de hypes. Ja. Nee, we maken ze niet, we volgen ze. Ja. We volgen ze. Hey, jongens, waar stonden we gisteren? Op Schiphol. Ja. Ja. Dan, wat, hoe was onze reis? Enerverend. Lang en enerverend. Nee, vooral absoluut. Lang. Ja, vooral niet enerverend. Nee, het is echt fucking lang. En 10 uur vliegen is het wel ver ook. Ja, het is gewoon ver. Welkom in Los Angeles. We zijn er weer. Yay. Nice. Maar we zijn met z'n tweeën. En, ja, Tom is uit het vliegtuig. Nee, Tom is dus uitgepikt bij de customs. En in Amerika scheiden we altijd tering bagger als we door de customs moeten. Want dat zijn ook geen vrolijke mensen, ik weet nog. Nee. Wij kwamen binnen en Peter. En die vraagt hem: use your hands, please. Ze had wel gelijk. Ze had wel gelijk. Want was echt niet achter jou. Ik was inderdaad, ik kwam net uit het vliegtuig, ik moest even niezen. Hoesten slash. Maar dat is de toon hier. Dus Tom is eruit gepikt. We hebben wel zijn bagage al eens meegesnatcht. Wat volgens mij illegaal is. Ja. Dus we hebben zijn bagage hier al. Dat hebben we hem ook ge-sms, hij heeft ook antwoord gegeven, maar we wachten op zijn Gestapo-verhoor. Dus, hij is echt random uitgepikt. Ja, hij is echt random uitgepikt en we hebben nog een uur en 10 minuten voor de Xbox persconferentie. Ik denk niet dat we het gaan redden. Maar goed, dan volgen we gewoon de livestream op gamers.nl. Nou goed, toen waren we dus terug in Nederland en... We gingen weer terug. We gingen gewoon weer terug, we vonden het echt super kut hier. Toen dachten we, oh nee, kut, hebben we een afspraak bij Xbox. Nee, we hadden fucking veel haast, want we moesten naar Xbox toen we geland waren. Hoe vond jij Xbox? Ik was... Ja, maar dat was een beetje te zeggen, want ik was er helemaal niet bij. Nee, maar je hebt het wel gezien, toch? Ja, ik ben in midden op de helft ingevallen en... ik vond het wel een hele vette persconferentie. Ik vond vooral de Xbox One X best wel verrassend tof. Echt, het eerste dat ik wist hem. Ik kreeg hem ook via het zien, omdat ik via jou direct een appje kreeg: waterkoeling. Waterkoeling. Het is nog steeds niet waterkoeling. Ja, oké, maar het is wel vocht. Ja, en het koelt de console. Ja, oké. H2O koeling. H2O koeling. Maar ik vond het wel fucking vet trouwens. Ja. Hi, staat hij aan? Hij staat aan. Dat staat rek, dat staat zo'n lampje zo rood. Dat is echt super handig. Dat is heel fijn dat ze dat doen. Tommy's nieuwe camera. Nu gaan we echt Enzo knol, jongen. Ik wil even, het laatste stukje vlog was namelijk dat we afvroegen hoe jij door de security heen bent gekomen. Want we zijn net aangekomen, moesten kaart rijden naar de Xbox persconferentie. Met Niet voor net fucking speed. Niet voor fucking speed. Ja, echt super vet. Maar jij was delayed. Ik was een beetje delayed, want ik heb een rectaal onderzoek gehad van de staat of California. Freedom Search. Nee, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Het was gewoon een random check. Okay. Het was gewoon, ik werd er tussenuit gepikt van, nou die jongen, die vertrouwen we niet. Ja. Nou, dat was ook wel gegrond. Ja, vond ik ook. Maar verder ben ik er wel doorheen gekomen. Ik had het ook wel doorgefluisterd al. Ja. Hey, hij heeft coke bij. Zeker. Altijd. Hey, luister, we waren net bij de persconferentie van Xbox. Ja, dit is het gebouw ook. Hè. Ja. Wij zien dit elk jaar, maar niemand ziet het. De Galen Center. En daar hebben we Xbox Stream voor van heel kort. Lange persconferentie, zo ontzettend veel games. Ori is fantastisch, Life is Strange is fantastisch. En ik denk dat jij Anthem helemaal de shit vindt. Ik vond Anthem helemaal de shit. Helemaal. Het is Destiny, maar dan meets Titanfall en dan beter. Maar dan RPG en BioWare, dus dat is sowieso goed. En Frostbite. Dat helpt inderdaad wel, ja. En alleen de Scorpio, de Xbox One X, die is echt bizar, waterkoeling. Niet echt waterkoeling, het is waterkoeling camber. Dus dat is dus, het is niet watergekoeld, maar een beetje. Het is wel echt een console die met liefde is gemaakt.
Dat wel, met passie. En heel veel shit erin. En 4,99 gaat kosten. Ja. Dus dat is wel schappelijk. En het voelt, wat jij zei meteen, dit is next gen. Nou, tegenwoordig noemen we het trouwens current gen, maar dit is current gen. Nou, toen de PlayStation 4 en de Xbox One werd aangekondigd, hadden we zoiets van, ja weet je, ja, het is wel next gen, maar ja. Vroeger waren consoles de sterkste apparaten destijds op de markt. Ja. En dat was deze generatie niet. En de Xbox One X probeert wel een beetje iets meer een sterk apparaat te zijn. Ja, die vibe kreeg ik wel. Echt. Ja, die kreeg ik ook wel. Alleen ik mis VR in het hele verhaal nog steeds. VR gaan ze niet op inspelen. Wat slim is, want kijk nou hoe PlayStation heeft gedaan met VR. Nou. Wat is dat? Absoluut geen gimmick geworden. Nee. Alle games. Ja. Ik hou ervan. Mag ik maar niet uit. Ja, dat kan gebeuren. En backwards compatibility. Met Xbox. Awesome. Xbox Original. Ja, ik heb nog Xbox 1 spellen. Ik ben benieuwd of de discs er straks in kunnen. Oh, dat zou wel vet zijn. Ik heb ook nog een Fable copy liggen van de Xbox Original. Ja. Oké, hey, wij gaan verder. Jij moet straks naar Bethesda en ik heb met Leon een diner. Een diner, een zakelijke avondmaal. Ja. En ik ga gewoon turkey legs vreten en bier drinken, denk ik. Yay! Gewoon lekker... Lekker vrij. Side story tegen elkaar. Maar... Toen was Tom naar Bethesda, het duurde maar een half uur. Jij hebt helemaal niet gevlogd bij Bethesda. Oh, je bent echt fucking stom. Nee. Ik heb wel gevlogd bij Bethesda. Bethesda was super dope. Bethesda was een Bethesda land. Weet je wel, de persconferentie zelf, ik weet het, was een beetje tammetjes. Het was niet echt heel veel grote verrassingen, geen uitsmijters. Het was wat we verwachten en waar de geruchten al van waren. Dus daar heb je net, weet je, Skyrim op de Switch. Nee, ik weet niet meer eens. Het was net iets minder. Het was minder dan we verwacht hadden? Ja, ik had iets meer. Ik had een uitsmijter verwacht. Twee nieuwe games. Ja, nee. Twee nieuwe games waarvan we al wisten dat het zou komen. Ja. Nieuw Wolfenstein, nieuw Evil Within, wisten we wel. Maar we hadden had een teaser van die Elder Scrolls 6 erin gegooid. Of was voor Rage 2 gegaan of zo. Of een Fallout 4,5 zoals New Vegas dat was. Dat kregen we allemaal niet. De persconferentie was daarmee een beetje zo van, ja, wel prima. Geluid stond trouwens veel te hard, mijn oren zijn helemaal kapot getrild. Maar dat mocht ook wel, want toen, daarna, kwamen de Chainsmokers. En daaromheen, bij de hele persconferentie, hadden ze superveel toffe dingen geregeld. Zoals, ze hadden een reuzenrad, er was popcorn, er was suikerspin, er was superveel bier, pullen. Een hele Morrowind area, een hele Doom area. Er was een soort van spacey bar van Prey, waar je cocktails kon drinken. Het was echt een pretpark voor gamers. Dus Bethesda Land was Bethesda Land. En dat was misschien nog wel doper dan de persconferentie zelf. En de Chainsmokers waren fucking vet en ik was best wel dronken. Dus jij. Go Bethesda. Ja, wij waren daar dus niet. Want wij hadden een etentje met Ubisoft. Misschien ook wel leuk om te weten, zo hier in Los Angeles, als je elkaar een beetje meet, hè. Dan zie je ook al die publishers komen hier dan ook langs. En als je dan een beetje goed bent met een publisher, dan mag je, dan wordt het hun behaagd dat je wordt uitgenodigd voor een diner. En dan zitten ze hier al en dan zeggen we, ga maar zitten. Ga maar zitten, jongens. Het is een hele lange tafel. Ja. Nee, we hebben gisteren gegeten met Ubisoft, want het was best wel chill. Ja, ik moet zeggen, ik hou normaal niet zo van sushi, maar dit is wel echt goede sushi. Ja, want ze hadden alles in de frituur geflikkerd en dan is het allemaal lekker. Hey, tempura heet het dan, hè? Tempura. Oh ja, nee, tempura. Ja. Dus dat hebben wij gisteren gedaan, dus wij hebben helemaal niet... Dus ik ga naar een persconferentie, jullie gaan zakelijk lopen doen en ik word dronken. En jij wordt dronken. Beste persconferentie zakelijkheid ooit. Ja, dat is wel chill, ja. Business drunk. Business drunk is de beste drunk. Oké, maar ik wil nog even terug naar de Xbox persconferentie en dat wil ik toch even hebben over Anthem. Wacht, want... die flashback hebben we al gehad en nu gaan we nog een keer flashbacken. Ja, het is backback. Backback. Backback flash. Het is bare backback. What the fuck? Het is brokeback. Brokeback is het. Sorry, het is hier ook gay pride. Hey, Leon, wat vond je van Anthem? bedankt voor de voorzet, bedankt voor het berichtje. Nee, ik geloof er echt geen reet van. Je gelooft gewoon niet dat het... Het draait allemaal op de Xbox One X. Veel te groot. Nee. Het is bijna too good to be true. Ja, maar dat kan omdat er waterkoeling in zit. Oh! Dit kan nooit op de PlayStation 4 Pro, want die wordt veel te heet. Tuurlijk, zo werken die dingen. Zo gaat het, Leon. Maar... In één keer snap ik hardware. I know. Maar ja, kijk gewoon Gamers een keer. Ja. Maar even serieus, Anthem is gewoon Destiny, Titanfall en nog een game. Ja. De Division een klein beetje. De Division in één gegoten en... Oh man, wat zag die game er vet uit, hè, jongens. Pete zei ook tijdens de persconferentie de hele tijd van... Ja, het kan gelijk, omdat ik zei... Het is Destiny, maar dan met exosuits. En waarschijnlijk komen die ook uit de lucht vallen. En op een gegeven moment, bam, vallen die dingen uit de lucht. En ik had zoiets van... En Horizon, inderdaad, dat was het. Horizon, ja, met Castel. Ja, echt super. Het Silvers in de Anthem was voor mij wel de hoogtepunt. Want we zijn vandaag ook naar EA geweest. Waar ze hem niet hadden, maar daar hebben we wel twee games gezien. Ja. Check ook de previews, die komen zo online. Want jullie mochten aan de slag met Need for Speed Payback. Ja, en dat is... Dat is een... Dude, waar zijn we? EA Play. EA fucking Play. En dat kan maar één ding betekenen.
Need for Speed Payback. Ja. Ja. Yes! Ja. One last ride! Super nice. Nee man, Star Wars Battlefront 2, het gaat nu gebeuren. Ik mag hem nu gaan spelen, we zijn ook super vroeg. Er is hier dus ook echt helemaal niemand, kijk dat. En dat betekent dat we waarschijnlijk alle drie Battlefront 2 gaan spelen. En dat is super vet. Ja, ik ben een stormtrooper. Ik ben een droid. Oh ja, Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, Roger. Nice, kom maar aan. Victory! Zojuist gewonnen met Star Wars Battlefront 2. Ik ga nog een potje doen hoor. Maar ongelooflijk vet, jongen. Thied, dat je in een stad vecht en dan steeds een stukje terug moest trekken, weet je wel? Dat je weer de hold the line als het ware. Het is zo vet gedaan. De heroes gaan eerder dood. Je kunt heroes kopen, zeg maar, met de battle points die je verdient. Het is allemaal wat gebalanceerder en het voelt echt als een shooter. Maar goed, check de hele video preview en de geschreven preview voor alle info over Star Wars Battlefront 2. Maar ik ben een van de gelukkigste mensen op aarde op dit moment dat ik dit nu voor de tweede half uur gewoon mag spelen. Hoe vet is dat? En nu is het laatste scherm, dus nu ga ik net doen alsof ik bezig ben. Zo waar. Zo waar. Het is een game met auto's. Nee. Welke intentie was er dan? De intentie om gewoon weer eens een keer iets nieuws te doen of zo. Weet je, zou dat ook gewoon kunnen zeggen, we gaan Need for Speed Underground. Nee, het is niet nieuw, het is de intentie om Fast and Furious game te maken. Ja. Basically. Zonder Vin Diesel of Paul Walker. Ja, maar ze hebben trouwens wel dezelfde soort karakters, weet je wel. Je hebt één meid die goed is met de tech, je hebt één generic hoofdpersoon en natuurlijk één donkere dude die Ludacris is. Ja, dat is letterlijk dat. Van Benetton reclame de game met auto's. Ja, United Colors of Need for Speed. Nice! Oké, daar waren we niet zo enthousiast over, maar Battlefront 2, joh. Je ging Battlefield zeggen. Ja, ik ging Battlefield 2. Battlefield 2. Anderhalf uur gespeeld. Ik heb anderhalf uur Battlefront. Check de previews zodra die online komt en we hebben er ook, mijn eerste emoties zijn ook gewoon getoond. Hij heeft nog nooit emoties getoond. Nee. Nou jongens, dat was onze eerste dagverslag. Dat betekent dag 0 en een stuk van dag 1. Want dag 1 is nu eigenlijk... Dag een half. Dag een half, het is halverwege. Want wij gaan straks naar de fucking PlayStation persconferentie. En ik niet. Jij gaat... Nee, want jij gaat bloeden als je bij PlayStation in de buurt bent. Ja, dan mocht je wel meenemen, maar dan gaat alles gewoon smelten. Ja, dan ga ik bloed hoesten en zo. Ja. Hele geheidsirritaties. Ja. Ik word dan helemaal groen ook. Dit is een lizardman, wat vet. Lizardman, ja. Dat is wel vet. Dragon scale. Dus wel Xbox groen. Ja, ja. Ja. Maar goed, jongens, onwijs bedankt voor het kijken. Wat moeten mensen doen? Nou ja, sowieso als je deze wil bewegen. Oh ja, moest dynamisch worden. Dat stond in het spel. Dynamisch. Nee, wat je ook moet doen als je deze vlog kijkt. Vertel ons wat je wil zien van de vlogs en van E3. En wat je wil weten van de games die hier getoond gaan worden. Je mag het allemaal opsturen met hashtag GNE3. Maar je mag ook gewoon hieronder comments laten weten van wat je ervan vindt. Of wat je wil zien, of waar je op hoopt, of wat je niet tof vond. Ja, en ik zou je ook aanraden morgen terug te komen. Want dan hebben we weer een nieuwe vlog over de volgende dag. We gaan weer heel veel vloggen, feestje bij PlayStation. En morgen de eerste beursdag. En dan gaan we heel veel games checken. Hoe vet is dat? Doe dat! En voor de rest, gamersnet.nl voor al je GNE3 nieuws en trailers en previews en alles komt er nog aan. En Peter is goed af aan het vallen trouwens. Ja, die heeft net een doet een riemgaatje, ben ik al kwijt hè, in 3 weken, serieus waar. Like en comment voor dat, voor dat riemgaatje. Ja, en mag, zullen we een soort van toto opzetten van wanneer het volgende riemgaatje komt? Ja.